Dan naar Warren Buffett. Die deed een opvallende verkoop. De helft van al zijn Apple-aandelen gingen eruit. Een kleine $80 miljard kwam daardoor binnen. Een opvallende verkoop, want in mei zei Buffett nog dat hij Apple een van zijn belangrijkste investeringen vond. Snap jij dan dat hij nu de helft even van het pakket verkoopt? Ja, nou ja, hij zat in dat gezegd dat het nog mooier was dan Coca-Cola en American Express. En dat zijn lange termijn holdings. Ja, heel lang. En hij heeft ook gezegd dat de favorite holding period is forever. Als je kijkt naar hoe lang moet je een bedrijf eigenlijk vasthouden. Dus in dat licht is het heel raar. Maar ik bedoel, Apple was natuurlijk 43% van de portefeuille. Kijk, als ik 43% van de portefeuille in Apple had, zou ik ook denken, nou, misschien is er wat veel, hier moet ik wat afromen. Mm-hmm. En zelfs naar die verkoop van, wat is het, bijna 90 miljard. Dan blijft het nog steeds het grootste aandeel in portefeuille. Dus misschien zit hij iets anders te koop. Dus wil je wat met het geld doen? Hij heeft al een behoorlijke hoop geld. Dat hoort grootst in 200 jaar, of 20 jaar zo'n beetje. Dus ja, meer dan 200 miljard. Hij is wel oud, maar niet 200. Nee, je zou het bijna zeggen inderdaad. Maar nee, meer dan, wat is het, 270 miljard op dit heel moment. Veel. Maar gelijk zeiden mensen ook, ja, maar wat kan hij nu met zijn geld gaan doen? Hij doet nog niks. Hij kan bedrijven kopen natuurlijk. Ik bedoel, ja, dus hij heeft het verleden wel eens geprobeerd samen met die Brazilianen om Unilever te kopen. Ja. Nou, dat gaat tegenwoordig wat beter. Nou, als je een premie biedt van, 80%, dan kun je heel Unilever kopen. Je kan ook Royal Dutch kopen. Dat is ook een ondergewaardeerd olieaandeel. Als het in Amerika genoteerd zou zijn, zou het een stuk meer waard zijn. Dus als je 30% premie hebt, dan heb je ook koninklijke olie. Dus er is genoeg te kopen in de wereld. De vraag is of je dat wil, dus of dat doorgaat. Maar hij heeft inderdaad meer cash dan normaal. En dat is al een tijdje aan de gang. En misschien denkt hij met de nieuwe president die er komt, dat hij ook meer belastingen gaat betalen. Hij heeft hij zich ook wel eens over uitgelaten, dat hij het vreemd vindt dat hij zo weinig belasting betaalt. Ja. Dus misschien dat hij wat liquiditeiten daarvoor maakt. Misschien wilde de Amerikaanse overheid gaan steunen. Hij heeft tenslotte ook genoeg obligaties. Maar wel grappig dus dat hij achter voormalige Nederlandse bedrijven aan zou kunnen gaan. Een Unilever of een Shell, zeg jij. Ja, dat zou kunnen. Maar het is natuurlijk een heel raar moment om Apple ook te verkopen. Want het is juist dat Apple ziet dat is niet een bedrijf wat steeds nieuwe dingen uitvindt. Zo bijvoorbeeld de iPhone lijkt dan wel nieuw, maar daarvoor was eigenlijk de Palm Pilot. En ook voor de iPad had je al voorgangers. En nu heb je dan Apple Intelligence, dat is zeg maar de AI-versie of de kunstmatige intelligente versie van Apple. En er komt natuurlijk een nieuwe iPhone, de iPhone 16. Ja, die draait natuurlijk, daar kan kunstmatige intelligentie op draaien. Die oude natuurlijk niet. Dus je krijgt een waanzinnige upgrade cycle bij Apple. Dus ik kan zo 10%, 20%, 30% meer iPhones te kopen op korte termijn. Dus ik denk dat timingswise niet het handigste moment is. Maar, hij heeft gewoon een domme beslissing gemaakt. Ja, misschien wel, maar ja, hij is natuurlijk niet zo rijk geworden daardoor. En misschien is het ook wel een beetje dat dit is een typisch Charlie Munger bedrijf. Hè? Dus niet zo'n Warren Buffett is echt een hardcore deep value belegger. Die koopt eigenlijk geen Apple. Charlie Munger was meer dat hij de man die de grote bedrijven, de mooiste bedrijven kocht en die waanzinnig goed presteren. Ja, en hij heeft misschien meer dat toch dat hij dat value, dat liever dat goedkoper heeft. Dus ja. Nico Inberg hadden we van de week in de uitzending van de aandeelhouder. Die zegt dat die enorme verkoop beleggers liet schrikken begin deze week. Hij heeft niks anders gekocht, dus hij heeft een enorme cashpile. Was ook een van de redenen, een hele kleine reden weliswaar, maar dat we maandag zo hard omlaag gingen. Omdat de afgelopen weekend werd dat bekend van zijn portefeuille. En iedereen zei, wow, wat denkt Buffett dan? Dat er een crash komt of zo, want hij heeft heel veel geld. Ja, ik ga Warren Buffett niet de schuld geven van die paniek. Maar heeft die verkoop beleggers nog banger gemaakt begin deze week? Het is een verkoop in het tweede kwartaal. Dus hij heeft niet wat verkocht in het weekend of vlak voor het weekend. Hij moest het gewoon melden omdat het gedurende dat kwartaal werd verkocht. Ja. Het was een wat grotere pluk dan normaal, maar dat was het eigenlijk niet. Nee, het ligt wel duidelijk toch de oorzaak in Japan. Bij de carry trade is de Japanse centrale bank verhoogde de rente wat. Die moest de rente niet verhogen vanwege de inflatie of vanwege de groei. Maar meer omdat de yen wat sterker moest worden. Nou, toch een beetje raar een centrale bank die zich met de munt gaat bemoeien. En aan de andere kant van die rente zie je dat de Fed dan juist door de recessieangst de rente zou gaan verlagen. Dus het renteverschil tussen Japan en de VS wordt dan snel kleiner. En de Japanse yen wordt dan snel sterker. Nou, dan daalt natuurlijk de Japanse beurs. Maar wat je hebt in die carry trades, als dat dus de andere kant op draait, ja, dan gaan al die momentum trades draaien dan ook om. Mm-hmm. Ja, dan krijg je onrust. En als je onrust krijgt, dan gaat die volatiliteit omhoog. Je zag de VIX boven de 60 op een gegeven moment. Ja, dan gaan alle risicosignalen af. Dus dan zie je dus dat er een soort sell-off krijgt in korte termijn. Nou, eigenlijk viel het daarna wel weer mee. Dus maar dat was even de schrikreactie op maandag. En er was zo'n schrikreactie dat je zat net ergens lekker op een terrasje of op een strand lag je uit te rusten van al dat harde werk en al die keren dat we jou hier naar die studio trekken. En de belde ze bij Aureus op van kom toch maar terug. Ja, normaal is dit de meest rustige week van het jaar ongeveer. Normaal gesproken kan je wel, hè? En opeens zat de fix op 62. De laatste keer dat de fix op 62 was tijdens het midden dieptepunt van de coronacrisis. Daarvoor was het tijdens het dieptepunt van de grote financiële crisis. Ja. Fix op 62 betekent, en eigenlijk ook deze week, dat je op een dieptepunt staat. Dus bij opening beurs VS, fix 62,
laagste punt van de week. En dat is automatisch een instapmoment. Want ja, zo extreem negatief, zo'n angstindex, dat heb je eigenlijk nooit. En dat betekent dat je automatisch wat moet doen. Was jij zenuwachtig op dat moment? Of dacht jij, het is niet te vergelijken met toen die coronacrisis of met die financiële crisis? Nou, ik zag eigenlijk vrij snel. Ik denk nog steeds dat het eigenlijk gewoon een normale correctie is die hoort bij het beleggen in aandelen. Dat bedoel, dit is de prijs die je moet betalen voor het hogere rendement op langere termijn. Ja. En dit soort bull market correcties, zo'n 10% er, want dat is het eigenlijk geweest van top naar bodem. Ja, dat hoort erbij. Dus dat is onderdeel. En dat hebben we ook heel lang niet gehad. En misschien leek die daardoor wat heftiger, dat zou best kunnen. En het mooie eigenlijk van deze correctie is dat je een mooie reset hebt. Je wat meer duidelijkheid nu meteen over wat het rentebeleid van de Fed is. Dat was daarvoor wat minder duidelijk, maar nu weet je zeker, die renteverlagingen gaan gewoon door. En je krijgt ook meer duidelijkheid, want er was duidelijk in de bedrijfscijfers dat iedereen ging bevestigen, ja, dit gaan we investeren in AI. En dit is wat er daadwerkelijk qua rendement uitkomt. Dus ook meer duidelijkheid. Het heeft dus gezorgd voor meer duidelijkheid. En ik denk ook dat het vervolg van de rally best wel explosief kan zijn. Dit en volgend jaar ook. Je gaat hier gewoon weer keihard omhoog? Dat denk ik wel. Ja, dus dit was even een klein stapje terug. Kijk, in de jaren 90 had je dat ook. Had je de Azië-crisis, had je de LTCM-crisis. Daar zakte de beurs ook 10%, 15%, 20% in korte tijd. En dan krijg je dat V-vormige herstel, dat je heel snel weer gaat. Als je kijkt gewoon naar de onderliggende ontwikkeling, de rente gaat omlaag, de economie groeit wat harder dankzij kunstmatige intelligentie. Ja, eigenlijk zie je dus de vergelijkbare situatie als in de jaren 90 of in de jaren 20. Dan zag je ook zo'n explosieve groeiontwikkeling die heel goed is voor financiële markten. Dus op basis van die eerdere data zeg jij, en de gegevens die je nu krijgt van bedrijven tijdens dat kwartaalseizoen, zeg jij, er komt gewoon een enorme rally aan. Nou ja, kijk ook als je naar de angst voor recessie. Die recessie komt helemaal niet. Omdat als je kijkt naar die werkloosheidscijfers van vorige week. Het probleem was niet dat het mensen werden ontslagen of zoiets. En dat die dus daardoor geen inkomen meer hadden. Daar dus een recessie veroorzaakte. Het probleem was dat er wat meer immigratie was dan gebruikelijk. Dat je daardoor de werkloosheid een beetje ziet oplopen. Hè. We hebben een werkloosheid die onder de 4% ligt. Dat is historisch extreem laag. En het is eigenlijk nog steeds volledig werkgelegen. Omdat er wat meer immigratie was, zag je iets meer werkloosheid. Eigenlijk niks aan de hand. Dat zie je ook bevestigd in andere cijfers. Ook de ISM-index, dat is van de productiekant. Als je naar de ISM van de dienstenkant kijkt, over juni en juli, dat is gewoon hoger. Dus er is helemaal geen recessie in zicht. Dus dat gebruikte de beurs als een beetje een excuus. En het is eigenlijk de beurs die gewoon in zo'n bull market rally, zo'n correctie, die wat veel vooruitgelopen op de muziek. En op een gegeven moment moet je even een pas op de plaats maken, een soort kleine reset, en dan kan het weer verder. En door welke sectoren wordt die rally dan gedragen? Zijn dat weer die techjongens of wordt het breder gedragen? Ik hoop dat het breder is, maar ik vrees dat het toch weer de techjongens zijn. Want die zijn nog niet zo duur. Nee, maar dan denk ik ook gelijk, Warren Buffett gaat niks kopen. Want die wil altijd kopen als het bloed door de straten loopt, maar... Als ik jou zo hoor. Die koopt niet op zo'n correctie. Nee. Nee, als hij, dat moet echt wel zo'n grote financiële crisis. Dan is hij een soort lender of last resort. Dan wil hij wel bereid om... Wat hij toen met die bank ook heeft. Dan op dieptepunten nog wel weer wat te financieren. Dat is dit nog niet natuurlijk. Deze correcties komen elk jaar tenminste wel één keer voor. Vergeleken met 10-15% correcties. Misschien één keer in de 2-3 jaar. En die 5% correcties misschien wel 3 keer per jaar. Ja. En we hebben al een lange periode. Eigenlijk vanaf de eindejaarsrally. Vanaf oktober vorig jaar. Die al vroeg begonnen is. Zeg je één rechte streep omhoog. Omdat het fundamenteel echt heel goed gaat. Dus het is niet zo vreemd dat er dan een correctie komt. Dat hoort er ook bij. Nee. Dat is eigenlijk wachten. Maar het is onvoorspelbaar wanneer die dan exact komt. En natuurlijk zie je net dat die deze week komt. Het is wel even lekker dat we zo de week eindigen. Het begon heel treurig, maar je hebt ons toch wel een beetje opgepept. Nou ja, bedoel, dus de beurs is wat het is. Uiteindelijk is elke correctie in het verleden is de beurs weer te boven gekomen. Dus iedereen kan wachten tot die correctie is. Maar er is meer geld verloren geraakt met het wachten op een correctie of wachten op een instapmoment. Ja. Dan dat gewoon daadwerkelijk belegd te blijven. Ja, uiteindelijk is het de tijd die je in de markt zit, die bepaalt uiteindelijk een groot deel van je rendement. Niet het feit of je erin en eruit stapt. Vaak gaat dat meer ten koste van je rendement.